excuseer. Welkom bij deel 7. Hoe gaat het? Heeft u deel 6 goed begrepen? Heeft u geen problemen met de grammatica gehad? Of met de woorden? Of met de oefeningen? Heeft u alle oefeningen goed gemaakt? Ja? Echt waar? Neemt u me niet kwalijk. Ik ben een beetje verkouden, denk ik. Het is ook zo koud buiten. Goed. U wil nu graag beginnen met deel 7. Maar weet u nog wat er in deel 6 is gebeurd? Hij nodigt mij uit. Gekke. 3 jaar ben ik stewardess geweest. Tot in oktober. En toen heb ik tegen mezelf gezegd... Ellie, ik heet Ellie, nu is het genoeg geweest. Nu is het genoeg geweest. En jij bent een marketingmanager. Je mag die job niet verliezen. Je moet doen wat je baas zegt. Je moet op tijd komen. Je mag die job niet verliezen. Hoor je me, Bert? Waarom heb jij niet gezien dat ik die mandarijnen heb gekocht? Waarom ik die mandarijnen niet heb gezien? Omdat ik gisteren van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds heb gewerkt, verdorie. Ik help haar 3 keer per week met Italiaans. 3 keer per week? Dat is interessant. Vandaag is het geen normale dag. Het is een dag met problemen. Bert heeft grote problemen op zijn werk. Paolo is ziek. En Peter, die heeft ook een probleem. Een probleem in zijn hoofd. Mijn keel. Mijn ogen. Nee. Mijn ogen doen pijn. Een dokter. Ik moet naar de dokter. Slechte resultaten geboekt. Daarom moeten wij u ontslaan. Ontslaan? Zo is dat, meneer Sells. Het spijt me, maar u begrijpt dat wij in deze situatie niets anders kunnen doen. Ik zie dat u het heeft begrepen, meneer Sells. Wilt u dan hier even tekenen, alstublieft? Wat? Pas op! Ben trovato, tutto bene. Mamma, ciao, spaghetti. Met Elsbaard, goedemiddag. Hallo.
Met Els Baert? Hallo, met wie spreek ik alstublieft? Ik ben het. Bert. Bert? Wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Goedemiddag. Komt u binnen? Komt u binnen, alstublieft. Gaat u maar zitten. Gaat u toch zitten? Ja, vertelt u het maar. Wat scheelt er, meneer? Wat is uw achternaam? Maas. Maas. Hoe spelt u dat? Kunt u dat even spellen? M-A-A-S. Ja, meneer Maas. Laat eens horen. Wat scheelt er? Wat? Wat is er aan de hand? Zegt u het maar. Mijn arm. Ik ben gevallen. En mijn hoofd. Ah ja. En hoe is dat gebeurd? Ik weet het niet. Ik herinner het mij niet. Ik herinner het mij niet. Of toch, wacht. Nu herinner ik het mij. Plots heeft er iemand geroepen, pas op, en... En? Zegt u het maar. En ik heb gevraagd wat, en... Zegt u het maar. Zegt u het toch. En toen ben ik gevallen. Gevallen? Ja, ik ben gevallen. Op mijn hoofd, meneer de dokter. Wat is uw achternaam? Van Hirtum. Ja, ja. Op mijn hoofd, dokter Van Hirtum. Ik hoor pas op, ik kijk achter mij, ik vraag wat, en die man zegt opnieuw pas op, en ik val op mijn hoofd. Op mijn hoofd. En heeft u hoofdpijn? Hoofdpijn? Ja. Ik heb hoofdpijn. Mijn hoofd doet pijn. Ah zo, u hebt hoofdpijn. En doet dit pijn? Nee, dokter, dat doet geen pijn. Maar ik voel me zo moe. Ik voel me zo moe, dokter. Ah, u voelt zich moe. Goedenavond, kom binnen. Kom toch binnen. Ga maar zitten. Ga toch zitten. Laat eens horen. Wat scheelt er, Bert? Wat is er toch aan de hand? Wat is er gebeurd? Zeg het dan. Vertel het mij. Ik... Kom aan, Bert. Vertrouw mij maar. Wat is er gebeurd? Vertel het mij toch. Ik ben... mijn werk kwijt. Wat? Het is afgelopen. Ik ben mijn baan kwijt. Ik ben ontslagen. Ontslagen? Echt waar? Dat is verschrikkelijk. Hoe? Wat is er gebeurd? Hoe is het gebeurd? Kom aan, vertel het dan. Ik weet het niet. Ik herinner het mij niet. Of toch? Wacht. Wat heeft hij gezegd? Ja, nu herinner ik het mij. Voor de concurrentiepositie. En daarom moeten wij het bedrijf
herstructureren. Hij heeft gezegd dat ze het bedrijf moeten herstructureren. En... En? De dienst marketing heeft de laatste maanden slechte resultaten geboekt. En daarom moeten wij u ontslaan. Klopt dat? Heb je de laatste maanden slechte resultaten geboekt? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ach toch, Bert. Ik heb hoofdpijn. En ik voel me moe. Ik voel me zo moe. Ach toch, rust maar een beetje. Rust maar. Heeft u goed begrepen wat ik u heb gezegd? Hè? U moet zich goed verzorgen. En rust u maar, heel veel. Ja, ik moet mij goed verzorgen. Ja? En ik moet veel rusten. Geweldig. U moet veel rusten. Over enkele dagen zal u zich veel beter voelen. En komt u volgende week maar eens terug. Terugkomen? Ja, veel beterschap. Meneer Maas, tot ziens en tot volgende week. Ja. Paolo! Paolo Sanseverino! Paolo, mijn beste vriend, hoe gaat het ermee? Paolo? Wat is er aan de hand? Jij ziet er niet goed uit. Nee, jij ziet er niet goed uit. Dat klopt. Ben jij ziek? Ja, ik moet... hoesten. Ik heb keelpijn, hoofdpijn, spierpijn. Ik denk dat ik griep heb. Maar ja. Paolo, je hebt griep. Pas op, hè. Je moet je maar goed verzorgen. En ga maar vroeg naar bed. Ja. Dank je wel voor het advies. Maar jij ziet er ook niet zo goed uit. Ik? Zie ik er niet goed uit? Nee, jij ziet er niet goed uit. Jij ziet er helemaal niet goed uit. Wat is er gebeurd? Wat heeft de dokter gezegd? De dokter? Dokter Van Hirtem, sympathieke man. Ik heb gezegd dat ik gevallen ben. Gevallen? Ja. Op mijn hoofd. En de dokter heeft gezegd dat ik een week moet rusten. Een week vakantie, in bed. Een week slapen. Paolo Sanseverino. Peter, ik heb een idee. Ga hier zitten. Ik ga naar de dokter en als ik klaar ben, gaan we samen naar huis. Akkoord? Hé, Peter, je wordt zo bleek. Ga zitten, Peter. En wacht op mij, oké? Wacht op mij. Ga niet weg. Ik heb zo'n hoofdpijn, Paolo. Ik ben zo moe. Ja, Peter. Het zal wel beter worden. Maak je geen zorgen. Wacht hier op mij. Akkoord? Blijf zitten. Beweeg niet. Blijf kalm. Blijf rustig. Blijf kalm en rustig. Blijf kalm en rustig zitten. Ik ga naar de dokter. En straks gaan we samen naar huis. Oh... Mijn hoofd. Blijf zitten. Mijn Bertje is werkloos. Dat doet mij pijn. Weet je dat, Bertje? Dat doet mij pijn. Excuseer, mama. Ik heb dat niet gewild. Ik beloof dat ik niet lang werkloos zal zijn. Ik ga meteen nieuw werk zoeken. Maar het is crisis, jongen. Er is niet veel werk. Hoe ga jij een nieuwe baan vinden? Ik zal veel brieven schrijven, mama. Naar alle firma's van België. Ja. En toch doet het pijn. Hier, in mijn hart. Ik wil niet dat mijn Bertje werkloos is. Oei, sorry. Excuseer, ik ben... Neem me niet kwalijk. Maar Bert, dat geeft niet, hoor. Je hebt een beetje geslapen, dat is alles. Heb ik je
pijn gedaan? Pijn? Maar Bert toch, natuurlijk heb je me geen pijn gedaan. Ah, ik heb gedroomd. Ik heb het warm. Doe je jas uit? Zal ik koffie zetten? Koffie? Ja, graag. Veel beterschap, meneer Sanseverino. En tot volgende week. En? Griep. Ik moet een week rusten. Ik ook. Geweldig. Laten we samen rusten. Laten we naar huis gaan. Maar ik ben al aan het rusten. Ik heb geen zin om een week in bed te liggen. Het is al 19:30. Waar blijft Peter? Normaal komt hij rond 19:00 thuis. Peter? Peter? Dan moet ik weg. Nee, Bert. Blijf hier. Blijf vanavond bij ons eten. Misschien kan Peter je helpen. Misschien weet hij... Misschien weet hij wat? Misschien weet hij welke firma's een marketingmanager nodig hebben. Ik denk niet dat hij dat zal weten. Ik ben bang dat hij me niet zal kunnen helpen. Waarom niet? Ik weet het niet. Maar misschien kan jij me helpen. Misschien kan ik terug naar de universiteit. Denk je niet? Denk je niet dat dat mogelijk is? Ik wil geen marketingmanager zijn. Ik heb nooit een marketingmanager willen zijn. Ik heb dat niet gewild. Ik ben marketingmanager geworden omdat mijn moeder dat heeft gewild. Ik heb dat niet gewild. Zij heeft dat gewild. Je moeder? Zij heeft het gewild. Daarom ben jij marketingmanager geworden. Peter? Bert, Sels, de marketingmanager. Hoe maakt u het? Welkom, welkom. Gaat u alstublieft zitten. En? Hoe gaat het op uw werk? Op mijn werk? Peter? Ah, dag mevrouw. Peter Maas. Peter? Maas. M-A-A-S. Peter Maas, aangenaam. Een ogenblik, alstublieft. Ik ben in gesprek met deze heer, de marketingmanager. Ex-marketingmanager. Ex-marketingmanager? Peter, wat is er aan de hand? Wat is er gebeurd? Hij is op zijn hoofd gevallen. En nu moet hij... 1 week in bed blijven, samen met Paolo. En Paolo... Dat zullen we wel zien. En? Hoe voel je je nu, Peter? Moe. Ik voel me zo moe. Ik voel me zo moe. En wat heeft de dokter gezegd? Dokter? De dokter? Wat heeft de dokter gezegd? Dokter Van Hirtum. Ja, dokter Van Hirtum. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft gezegd... dat ik mij goed moet verzorgen. En wat heeft hij nog gezegd? Dat ik vroeg naar bed moet gaan. En dat ik veel moet rusten. Ja. En met die rust gaan we nu beginnen. Of niet? Ja. Met die rust gaan wij nu beginnen. Hij is gek. Mijn Petertje. Ja. Hij is zijn verstand kwijt. Wat zal er nu gebeuren? Tja, wat zal er nu gebeuren? Ik weet het niet. Ik weet wel dat ik ook ziek ben. Ik moet zoveel... Excuseer. En... hoesten. Neem me niet kwalijk. En... ik heb het koud. Ik denk dat ik verkouden ben. Ik heb hoofdpijn en keelpijn. Misschien krijg ik ook griep.
Ze zeggen dat er een epidemie is. Ja, een griepepidemie. Dat zeggen ze. Er zijn in de stad heel veel mensen met griep. Maar goed, dat vindt u natuurlijk niet interessant. Een zieke presentator. Oh. En mijn nek doet pijn. Ah ja, dat is normaal. Elke keer als ik nies, beweeg ik mijn nek zoveel. Van boven naar beneden. Natuurlijk doet dat pijn. Ik ben niet meer zo jong, weet u. Eigenlijk moet ik nu lekker thuis in bed liggen. Met een kopje thee en een koekje. Rusten. Maar ja, u wil nu Nederlands leren. Nu. Precies op dit moment. En als u nu Nederlands wil studeren, dan moet ik nu presenteren. Wel, u wil Nederlands studeren? U wil grammatica? Grammatica? Geen probleem. Opgepast. Hier komt-ie. Kijk goed. Luister goed.